Oké, welkom bij het eerst ooit op MotoGP 20. Eindelijk hebben we hem. En vandaag gaan we voor het eerst deze game spelen. Dus ja, gewoon een beetje een first impressions video, zoals ik wel vaak doe met nieuwe games. Dus laten we gaan kijken wat MotoGP 20 ons te bieden heeft. Motion blur, laat maar gewoon alles een beetje op standaard staan. Dus laten we het gewoon zo houden. Audio is voor stereo, ja. Oké, dat laat ik ook maar gewoon zo. Goed, hier zijn we dus in MotoGP 20. Wij kunnen een moeilijkheid kiezen. Een mooie foto van de Bitsozer trouwens. Ik ga gewoon voor hard. Kunt u nog gaan aanpassen. Ik ga wel de AI difficulty omhoog zetten, maar ik ga sowieso Pro Physics gebruiken. En ja. Welkom bij de eerste livestream op MotoGP 20. We gaan ook even onze rijder maken en al dat soort dingen. En misschien dat we dan later vandaag of morgen kunnen gaan beginnen met de career mode. En in de chat word ik begroet door Max en Quinten, dankjewel. Woehoe, niks wilt GP20. Quinten zegt, wacht even, je had hem al die tijd al. Nu niet nummer 93. Ik had hem inderdaad sinds eerder vandaag, maar ik had ook eerst nog een SRL race. En nog mijn MotoGP 90 career mode race. Ik heb net mijn SRL race gedaan. Ja, Max heeft al gezien wat er gebeurde. Ik ben nog steeds gewoon bezweet van de race. Het was zo'n intense battle, maar helaas eindigde het voor mij in de gindbak. Misschien mijn schuld, ik weet het niet. Maar trouwens, misschien dat de muziek een beetje hard is. Ik zal het zo even gaan aanpassen. Quinten, helaas moet ik je teleurstellen, maar ik ga wel weer gewoon hetzelfde nummer gebruiken. Ik weet alleen nog niet in welke klas ik ga beginnen, want ik ben eigenlijk aan het twijfelen om in Moto 3 te beginnen. Of om eerst nog een Red Bull Rookies Cup seizoen te gaan doen. Zoals ik voorgaande jaren ook dat deed. Drukke dag voor jou, ja, inderdaad. De hele manager idee valt best tegen, ja? Ik vind het op zich wel, wel mooi. Abbreviation. Ik denk dat ik het ook ga gebruiken. Ik denk dat ik een eigen team ga, of een fantasieteam ga, gebruiken. Even een gezicht kiezen. Even kijken of er iets is dat... Nou ja, het zal waarschijnlijk niks zijn dat op mij lijkt, maar... We kunnen even goed, nonetheless, wel even gaan zoeken of er misschien iets is. Tot nu toe niet. Misschien om deze het meest nog. Ja, ik ga over 18. Age is natuurlijk voor mij 19. Ik weet dat het wel grappig is. Toen ik zeg maar vroeger MotoGP 13 tot en met 16 speelde, kon ik nooit mijn echte leeftijd invullen. Omdat ik jonger dan 16 was. En minimum is natuurlijk 16. Nationaliteit is natuurlijk Nederlands. Dus dat is mooi. MotoGP 21 moet meer opleidingsdingen hebben. Ja, inderdaad, ik zag je reactie bij Robo46. Dat leuk zou zijn als ze ook Asian Talent Cup zouden doen. En ik ben het eens. En misschien ook British Talent Cup, dat hoorde ik ook bij Dorna. Ja, dat... Oh, nee. Accept natuurlijk. Anders kom je de game niet in, denk ik. Als je niet de voorwaarden accepteert van Milestone. Maar inderdaad, het zou mooi zijn als MotoGP 21 ook andere cupjes heeft. Maar we zijn in de game. Allereerst, nee, geen items. Ik ga even de muziek een klein beetje zacht zetten, want misschien dat het een klein beetje hard is. Voor de zekerheid doe ik het wel op 5 voor nu. En ja, laten wij... Zullen we meteen Rider Customization gaan doen, of zal ik dat gewoon over camera doen? Dat kan ik ook. Ik weet nog niet voor wat voor team ik ga natuurlijk. Dus misschien dat ik het wel off-cam ga doen eigenlijk. Team Redline ligt eerst, Alonso al uit. Ah, oké. Dat is in de iRacing 24 bedoel je toch? Van de man. Of cam. Oké, dan doe ik dat later wel. verder. Max zegt gewoon Moto 3 beginnen. Oké. Start met Moto 3. Oh, de R-Factor. Oh, ja. Oké, misschien dat we dan met Moto 3 gaan beginnen, inderdaad. Dit lijkt allemaal nog hetzelfde als op MotoGP 19 ongeveer. Ja, ik ga geen helm designen, want dat kan ik echt niet goed. Hey Senna! Tering, dat wordt tijd. Ja, inderdaad, eindelijk zijn we in MotoGP 20. En dan heb ik mijn MotoGP 19 keer met af. Dus, ja, weet je wat? Laten we gewoon even de baan op gaan. Want ik ben wel benieuwd hoe deze game is. Ik doe eigenlijk meestal altijd eerst Time Trial. Dat we wat gaan doen. En
Laten we voor onze eerste meters gewoon assen nemen. Met Marmarkes. Transmission doe ik gewoon op manual. En de rest ook gewoon helemaal uit. Oké. Okay. Laten we gewoon even time trial gaan doen. We zijn de leaderboards. Trouwens, kan ik ook mijn vrienden dinges doen? Friend leaderboard. Ja, Joep Overbeek heeft een tijd gezet van een 1.90 rein. Oké. Okay. En Joey die is ook wel eens bij de livestreams. Dus hey, kijk, daar hebben we Jesse. Waarom heeft hij een Spaanse vlag dan? Kijk, hier heeft een vriend van mij Jesse een 41.7. Dat is best wel een snelle tijd. Ik denk als we naar het wereldrecord kijken, dan... Even kijken hoor. Oh, wacht, dit is het wereldrecord. Ja, hij is letterlijk vierde in de wereld. Dat is best wel indrukwekkend, maar goed. Laten wij gewoon ook even een rondje gaan doen. Ik ben benieuwd. Een Velocity ligt tweede, ah, oké. Okay. In de GT is de top 2 ziekeloos. Is dat de Jesse? Geen idee. Ik weet niet welke Jesse jij bedoelt, maar... Jesse die had me vanmiddag maar ingehaald met Motor 3, ah ja. Goed, ik ben benieuwd, want ik heb natuurlijk deze game al veel op YouTube gezien, maar nooit gespeeld. Dus de handling ziet er wel heel erg anders uit, dus ik ben benieuwd hoe het zeg maar ook anders zal voelen. Jesse Scheffer inderdaad, ja. Motor 20 tryhard. Ik zit nu ergens een beetje 2 of 3. Ah, netjes, netjes. Goed, die zijn we dan dus. En laten wij gewoon de baan op gaan, laten we een pitstart gaan doen. En onze eerste meters maken met de Honda RZ22V op Motor 20. Ik ben benieuwd. Vorige week precies hetzelfde met Motor 19, ook met Marques en Assen. Als eerste impression, zeg maar. Motor even zijn ritueel doet bij het uitkomen van de pits. En hier gaan we dan, MotoGP 20. Oké, okay, ik ga allereerst de traction even wat lager zetten en de engine brake ook even uit, voor de zekerheid. Dan heb ik ook in deze game nu power mappings. En straight away, dit voelt heel anders dan MotoGP 19. Dit voelt heel anders. Oké, okay, nou daar is weer eens de crash. Oh, dat duurde ongeveer 2 bochten. Ik had niet eens de remmen heel erg ingedrukt al. Ik moet zeggen, ik vind het opschakelgeluid minder goed. Het klinkt minder realistisch. Ja, er is zeg maar geen pauze tussen ofzo. Het is gewoon alsof het meteen aanschuit. Ik denk dat je misschien begrijpt wat ik bedoel. Het is echt heel... Ik weet niet, ik vind het geluid eigenlijk mooier dan MotoGP 19. Oké, okay, ja, dit voelt echt heel anders. Maar het lijkt ook, oh god, dat er iets is dat me... Misschien komt het door de powermapping. De acceleratie voelt langzaam ofzo. Ik sta even kijken hoor. Le Mans is echt tegen saai, de e-sport vind je niks aan. Ah ja, maar ik vind het wel mooi op zich. Ja, endurance races zijn vaak natuurlijk niet de meest close races. Kan ik ook power met... Ja, ik zit hier gewoon op 2, want dan hebben we toch geen fuel. Ja, dit voelt echt heel anders dan MotoGP 19. Oh, vooral het remmen zeg. Wauw. Ja, dit wordt wel even wennen. Natuurlijk gaan we in Motor 3 beginnen, wat wel makkelijker is, maar... MotoGP 20 voelt echt veel moeilijker dan 19. Dat komt gewoon omdat ik niet nog gewend ben natuurlijk, maar... Vooral het remmen, zo die stoppies. Gaat veel makkelijker. De curbs worden juist wel weer wat vergevelijker en ook de acceleratie. Je kunt wat harder gas geven lijkt wel. Ja, het lijkt wel alsof er een soort dead zone is. Zeg maar, ik kan... De power delivery is anders. Ik kan eigenlijk harder gas geven en als ik zeg maar... Een beetje gas geef, dan lijkt het alsof je hem niet helemaal oppakt. Alleen het remmen is gewoon moeilijker. Hoeveel crashes heb je al? Iets van 3 of zo? Ja, dat bedoel ik hier. De afstand komt gewoon de lucht in en dan krijg je niet meer echt ingestuurd. Welke career YouTubers kijk jij? Nou, van F1
een heleboel. Team of Marduk, Arabao, Tom 97. En nog meer. Jimmy Bullband. en echt nog veel meer. Maar met MotoGP, Robo 46. En ook Riotbox, maar die ken ik meer van toen hij nog F1 deed voornamelijk. Ik ken hem echt tussen zeg maar zijn F1 2012 en F1 2013 video's. En het laatste was MotoGP gaan doen, maar die kijk ik dus ook. En verder... Ja, dit is het ongeveer denk ik. Oh nee, en Tom 97 ook, want die doet ook normaal gesproken F1, maar die doet ook MotoGP, dus kijk ik ook maar. Dus die drie eigenlijk. Ja, ik ben echt heel noob bezig trouwens, dus excuses daarvoor. We gaan even proberen om een rondje te rijden. Dat remmen is echt heel anders, zeg. Maar ik vind het opschakelen niet mooi klinken. Wow, wat de hel? Ik had niet eens echt... Ik had daar niet eens, volgens mij. Ik had de rem misschien 80% ingedrukt of zo. Ik ga even restarten. Neem de aardverloop voor, ja precies. Ja, Arafa, die kijk ik ook al echt sinds zijn F1 2012 video's, zeg maar. Nou, mijn favoriete YouTuber is Team Marduk eigenlijk. Crash 4, ja. Ja, hou jij het maar bij, Quinten. Oké, ik moet echt voorzichtig zijn met remmen. Ik wil even proberen om een semi-degelijk rondje te rijden, die in ieder geval, zeg maar, geldig is. Ja, het voelt alsof er een beetje een dead zone is met gas geven. Dat is best wel irritant eigenlijk. Ja, gas geven is heel anders. Ik neem het echt heel behoedzaam hoor. Ik durf niet meer zo goed te remmen. Ook, het lijkt ook wel dat, zeg maar, dat er minder vibratie is met remmen. Dat je, zeg maar... Als je hem neerlegt, of bijna neerlegt, dan voel je het eigenlijk niet. Oh, in Battle Lab, nice. Wow, oké. Okay. Oh god. Ja, het gas geven voelt dan juist weer makkelijker. Het is alsof je minder snel high side, zeg maar. Gebruik je de achterrem met aanremmen? Ja, die gebruik ik wel, ja. En nu niet zo heel erg, maar normaal wel. Normaal gebruik ik hem gewoon helemaal voor en dan als ik instuur, dan tap ik hem gewoon langzaam weer los. Oh, wat de hel. Het remmen is echt heel moeilijk om aan te wennen. Ja, ik ben echt heel moeilijk bezig. Anders gaan we lekker multiplayer. Ja, kan ook. Volg jij de RL? Ja, een beetje. Ik zie het wel eens langskomen, ja. Ik kan letterlijk niet gewoon voor de GT aanremmen. Ja, crush 6 inmiddels, Max. Maar thanks voor bijhouden. Ik wil gewoon even één rondje doen. En ook als je wheelie, dan gaat hij zeg maar eventjes uit het gas, terwijl hij dat zelf niet doet. Oké. Mooie Apex, Nick. Oh, weer gecanceld. Kijk, we gaan gewoon door. Ja, ik kan gewoon eens één vol gas geven. Dat is echt geen probleem. Dus dat is het enige dat eigenlijk makkelijk is geworden. Oké, stekker wel in. Oh, what the hell? Oké, sorry daarvoor. Ik zag er de vorige eentje te ver door en toen opeens... had ik zoveel grip dat ik opeens gewoon de bocht volledig afsluit. Oh, de physics zijn... Het is echt heel raar om aan te wennen. Als je 19 gewend bent. Wow, oké. Ik kan geen eens op een GP-machine rijden, nou ja. Nou, ik ben eigenlijk ook toen hoop, in ieder geval nog wel. Ik weet zeker, zeg maar, tegen de tijd dat we hierin komen in career mode, dan ben ik er wel aan gewend, maar nu ben ik echt... Nu gooi ik mezelf een beetje in de diepe. Kijk weer daar, oh god.
Het is wel, de slidings die zijn wel iets vergeeflijk. Maar ik nog steeds denk dat ik val, maar dan vangt hij toch op. Oké, deze keer dan nog een poging. Even proberen een geldige ronde te rijden. Oh, laat maar. Maar kijk, hier dus, ik voelde helemaal geen trilling. Totaal niet, geen waarschuwing. Op motorpaar 19 wel. Dan voelde het gewoon een beetje trilling van, oh kijk, laat een beetje de rem los, maar hier heb je dat niet. Ik wil eens tegen jou 5 lap races doen op motor 2 of zo. Ja, is goed. Op motor P. Zijn we allebei dat we dit aan het doen. Oh man. Ja, misschien is het beter om maar eens een keer Kermit te gaan doen met motor 3, die wat natuurlijk wat makkelijker is. Oh ja, weer die stoppies. Oké. Oh nee, wat de hel? Ik ben zo verbaasd steeds. Je hebt gewoon geen waarschuwing met aanremmen. Totaal geen feedback of zo van de controller. Ik durf nu te remmen, want of ik maak een stoppie of ik leg de voorkant neer. Ik durf vanaf nu gewoon niet verder dan 50% de L2-knop in te drukken. Crash 8, oh jeetje. Gecanceld, nice. Ik ga gewoon met de achterrem remmen in de bochten. Ik vertrouw die voorrem niet meer. Oh ja, weer. Ik zou willen zien, jullie kunnen zien natuurlijk hoe ver ik de rem in heb gedrukt, maar voor mijn gevoel zat ik dan op 40% of zo. Ik zou eerst met de andere klas rijden om te wennen. Ah, ik wil gewoon een rondje met de GP hebben gedaan. Dat moet toch doen zijn? 9 crashes. Ik heb dat deze ronde gezet, joh. Oké. Laten we maar zeggen dat elke crash die ik maak, leer ik ervan. Ik geloof het zelf niet eens eigenlijk, maar goed. Remmen is even wennen, ja precies. Ik ren echt heel zacht nu met de voorrem de hele tijd. En hier een beetje met de achterrem bijsturen. Dan zullen ze de Twitch controller die wheelies tegen hebben. Ik ga het dus zonder Twitch controller proberen. Oké, nu moet ik echt hier heel licht met de vorm zijn. Oké, dat is beter. Oké, we gaan misschien voor de eerste ronde eigenlijk in ieder geval completeren. Niet dat het een snelle ronde is, maar dan hebben we in ieder geval een ronde. Oeh, dat was Oké, interessant. Oké, niet buiten de baan komen nu. Oh nee. Dat is een randje van de curb. Hier ook. Oké, hij telt nog. Oh nee, nu niet meer. Wauw, kijk, daar maak ik weer een stopje. Dan krijg ik niet meer ingestuurd. We waren er bijna. Oké, die telt de volgende ook niet meer. Inderdaad, heel matig. Zullen we het nog een keer proberen? We gaan wel een ronde hebben. Thanks voor de 4 kijkers trouwens. Crash 10. Ja, ik denk dat is misschien de laatste. Het is wel mooi om op dat nummer te eindigen. Ik wil al heel snel met restart, omdat ik die knop al heel vaak heb gebruikt. Oké, ik wil mijn crash graag op 10 houden en een ronde hebben gezet. Dat is mijn doel voor deze stream.
Nee, zonder Trace Bull is hij nog steeds een beetje dat hij de power eventjes verbreekt met een wheelie. Oké, nu geen stopjes maken hier. En ook niet de voorkant verliezen. Oké. Oké, een beetje curb. Oh, ja. Oké, is dat binnen de track limit? Dat toch ook net aan. Oké. Oh, nee, kom op. Ja, dacht ik al. Echt, het is zo lastig. Ja, dat kan ook nog wel bij Crash 11. Je mag maximaal 93 keer crashen. Oh, dan heb ik nog even te gaan. Oh man. De enige waar ik op vraag is één rondje. Ja. Laten we maar met Quirin beginnen. Maar dus, jullie zeggen Moto 3 beginnen gewoon? Ik ben eens meer verrast. Nick, hou het bij elkaar. Wat zijn deze physics? Moeten we beginnen, oké. First 53. Ik bedoel, wat is dat? Het is wel uniek dat het natuurlijk een motor van de game is zonder dat er überhaupt een race is gereden te zien. Dus eigenlijk is het... Ja, de enige goede manier waarop je echt alle 2020 livers zou zien natuurlijk. Wel van livers die nog niet in de test gebruikt worden zoals programma. Oké. Dat is redelijk. En die Senna ben ik in het spel. Ah, denk je? Ik lees wel even wel je rest van je bericht, maar... Twijfelijk. Vooral op dit moment. Oké, dit wordt de ronde, denk ik. Ik feel it. Famous last words. Ik ga een soort van jinxen, maar... Echt, ik ben gewoon... Ik krijg gewoon een fobie om die L2-knop in te drukken, joh. Oké. Dit is zo langzaam een ronde, maar ik wil gewoon een ronde. Oh nee, dat weet je toch niet. Dat kan je toch niet weten. Oh man, dat was echt onnodig. Oh ja, dat kan ook nog wel bij. Ik ben echt, het gaat me gewoon niet lukken joh. Waarom ben ik wel niet bezig? Ik kan niet eens een ronde doen. Dat is toch echt erg. Maar het meeste vervelende is dat je geen vibratie hebt in de controller. Dat mis je echt. Ik hoop eigenlijk dat ze dat gaan patchen. Waarom zou je dat weghalen? Oké, we hebben het moeilijkste gedeelte gehad, denk ik. Dit wordt hem misschien.
Laat je niet de commentators curse doen. Nu niet cancelen hier. Gewoon mooi binnen de lijntjes blijven. Kijk, alleen het maar de Ramzoek en de GT. Maar het totaal nog niet echt 22 keer de fout is gegaan. Ik kan eens maar praten. Oké, alleen maar de GT, kom op. Gewoon lekker makkelijk. Kijk, we hebben een ronde. Hey. Eindelijk. Om 33-7. Nou, geen beeldtijd, maar in ieder geval een tijd. Kan ik niet veel slapen vannacht. Oké. Na één jaar ronde, ja echt. Animatie voor naar achter kijken lijkt nog hetzelfde. Nagenoeg. Nou, een klein beetje anders. Hij kijkt ook weer iets sneller, denk ik, weer terug ofzo. Die ook heel veel uitmaakt. Nice Moto E sponsoring hier trouwens. Echt schandalig dat Moto E naar Assen komt in plaats van Red Bull Cup. Zo, laat ik even gaan pushen. Jeetje, zag je dat? Holy shit. Zo ziet het eruit als je dus hard gaat pushen in deze game, wat ik nog niet heb gedaan. Dat was echt een heel voorzichtig rondje natuurlijk net. Oh wow, dit is wel satisfying eigenlijk. Als je de limiet een beetje opzoekt. Oh, dat was iets te veel, de limiet opgezocht. Oké, we gaan wel hiermee het beëindigen. Want ik heb mijn doel bereikt, namelijk een ronde, 33-7. Kom als opwarming voor je career even racen tegen mij. Ja, dat kan ik zeker gaan doen. Ja, ik heb nu even geen tijd meer deze avond misschien, maar zeker wel een andere keer. Of morgen of zo. Oké. Wat zullen we nog gaan doen? Misschien zal ik heel veel snel mijn Radicus message gaan doen. Of misschien alvast gaan kijken wat onze career mode teams zijn en zo. Ik wil graag wel een eigen team maken. Ik stop met de crashes stellen. Ja, dat mag je zeker doen, want ik snap dat je het al misschien kwijtraakt, want ik ben het zelf ook al van. Kijk. Customization. Ik denk dat ik gewoon hetzelfde genoeg als vorig jaar qua nummer en sticker. Dus gewoon... Wat voor lettertype had ik ook alweer? Volgens mij, ja, dit had ik, hè. Ik weet ook nog niet wat voor kleur ik had genoemd, want hoe deed het ook alweer? Ik hou het wel... Nou, ik doe het gewoon even... Je kan toch de kleur makkelijk veranderen. Doe roze. Alleen als ik een roze livery doe, maar dat betwijfel ik. Oké. Even kijken. Zo. Dat is niet het middenik. Kijk, ongeveer zo. En dan. Oké. Dan deze een klein beetje wat meer. Zo, so, I guess. Ik sloeg hem niet op. Even kijken hoor. Transform. En dan een beetje... Oh, ik moet natuurlijk confirm drukken. Zo. Ik heb echt zin in morgen. Oh ja, wat dan? Nou, weet je wat? Dit is super simpel. Ik ga het misschien nog wel aanpassen. Maar trouwens, wat ik ook kan doen... is dat ik zeg maar mijn logo die ik gebruik op Instagram en zo... dat ik die ga gebruiken. Maar dat is misschien wel moeilijk om na te maken. Wacht, even kijken hoor. Ik zet dit wel even op. Ik heb... Even kijken hoor. En ik weer eens naar Junior Track. Ah, nice, nice. Ik doe dit wel even gewoon als... career. Oh, het is iets te klein misschien, hè? Even kijken. Oké, dit is waarschijnlijk heel erg saai om naar te kijken. Of misschien juist rustgevend, I don't know. Waarschijnlijk saai. Ja, dit is beter. Transform. Ik kan het natuurlijk ook gewoon off-cam doen hoor. Kijk hoor, dat even gelijk precies. Het scherm is echt heel fel. Ik heb hier een zonnebril liggen, die kan ik eigenlijk best wel goed opdoen. Op mijn scherm is het echt best wel fel. Oké, ongeveer zoiets.
Okay, save. Override project. Ja, dat ziet er beter uit. Dat is precies zoals ik de MotoGP 19 had. Is hartstikke spectaculair om naar te kijken. Ja, dat dacht ik ook wel. Wat ik wel kan doen, ik weet niet of je het kent, maar ja, misschien, volgens mij volg je me op Insta. Ja, ik denk het wel. Ik heb natuurlijk op Insta dat zwart met witte logo. Zou ik dat misschien kunnen namaken? Even kijken, wat voor vorm hebben wij? Op zich, dan heb ik ongeveer dit nodig, maar dan eigenlijk met iets meer verkanting erin. Hebben we daar de goede vorm? Ja, daar zou ik zoiets voor kunnen gebruiken. En heb ik dan ook iets waarmee ik zeg maar zo'n soort... Op zich zou het wel kunnen. Maar is dat mooi? Dat weet ik niet. Op zich zou het wel kunnen, ja. Dat ik mijn 93 logo namaak van Instagram. Natuurlijk volg ik je, ja, thanks. Yo Tim, 46 Rossi, dankjewel dat je erbij bent. Ja, weet je wat, misschien is het wel leuk om het gewoon te proberen. Tenminste, tenzij, laat maar weten als je wilt dat ik het off-cam doe, want dat kan natuurlijk ook gewoon. Als ik nou gewoon, laat ik gewoon eens wat gaan proberen. Oké, zo. Ik ga proberen om mijn logo na te maken. Even kijken, hoe kan ik hem... Ja, zo. Misschien is die kleur niet het beste om te gebruiken, wacht. En om het goed te zien, doe ik het wel gewoon eventjes met een... Gewoon even in het zwart of zo. Dus ongeveer zo. Print. Oké. Okay. Hey Tim, twee Tims die erbij zijn, dankjewel. Mag ik eens even weg, geen probleem. Ja, sorry hoor, ik ben heel veel gewoon bezig om te proberen mijn nummer te maken. Dit lijkt nog niet echt ergens op, maar we gaan eventjes verder. Even kijken, hoe kan ik ook weer een nieuw ding doen? Hoe kan ik een... Wacht, even kijken hoor. Waar kan ik... Oh, replace doe ik gewoon, ja. Dan heb ik nu gewoon een rechte streep nodig. Die ik dan schuin zet. Even kijken hoor. Gewoon een balk. Ja, maar ik wil gewoon... iets rechts. Dat is mijn andere account. Oh, oké. Ja, dat maakt sens. Want je hebt natuurlijk ook gewoon Rossi als profielfoto. Ik ga trouwens eens gokken. Ik zie het heel klein. Ik kan helaas niet naar je kanaal gaan. Maar volgens mij... Ja, sowieso is dat zijn helm die hij gebruikte van 2013 tot en met 2015. Maar ik kan niet zien welk van die jaren het is. Je moet vierkant uittrekken, zeg maar. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Vierkant uittrekken, oké. Ja, even kijken. Een vierkant. Kan je dat dus gewoon helemaal... Kan dat? Uniform. Kan je dat uitrekken? Even kijken, advanced misschien. Reset scale? Nee. Wat is skew? Oh, dat is de alpha, zeg maar. Oh, what the hell. Hoe heb ik hem nu schuin gemaakt? Oh, zo. Ah, kijk. Oké. Ja, dit is precies wat ik nodig had. Wauw, dit is echt grappig. Hoe doe ik ook weer de dinges? Oh, opacity. Oh ja, dat is dat. Oké. Advance en dan je sticks. Oké, kijk. Dit wist ik niet eens. Oh god, nee, niet zo ver. Ik moet heel veel... Ja, dit komt in de buurt. Wacht, ik wil hem andersom. Even kijken hoor. Hoe doe ik dat? Ja, zo. En dan... Zeg maar... Ja, oké, ongeveer... Zoiets. En dan... Ik moet een beetje anders, maar het komt wel in de buurt. Ongeveer... Zo. Oké, misschien dat ik dit beter off-cam kan doen, maar... Ja, even kijken hoor, ongeveer zoiets.
Dan, ik print deze eventjes. Dan een nieuw ding. Replace. Nu heb ik een soort van hoek nodig. Voor de bovenkant van de 3. Een beetje zoiets, maar dan hoekiger. Misschien dat ik gewoon 2 van die dingen kan gebruiken daarvoor. Skill kun je resetten. Ik vind het wel geinig. Oké. Nou, dankjewel dat je erbij bent voor het creëren van mijn logo of van mijn nummer. Ik weet niet eens zeker of ik het ga gebruiken hoor, maar misschien wel leuk om even te proberen. Ik denk dat ik gewoon weer dan een vierkant inderdaad ga nemen en die gewoon dan ga uittrekken. Even kijken. Dit staat eigenlijk wel al goed. Die moet dan ongeveer hier. Maar dan ietsje meer zo. Maar eigenlijk moet het... Ja, misschien moet die... Ja, op zich, dit is wel oké. Dus dan print ik even deze. En dan... Weer een nieuwe. En dan moet die eventjes... Zoiets. En dan ongeveer... Wacht, even helemaal recht. Ja, dan krijg je natuurlijk... Wacht, dit moet eigenlijk een soort van... Ik moet het een soort van hebben dat... Dat het zeg maar... zo wordt, maar dan zonder die punt. Ik weet niet of dat mogelijk is. Nu heb je natuurlijk die rare punten hier zo. Even kijken hoor, dan doen we dit gewoon voor nu eventjes zo. En dan bovenin. En dan... Ongeveer hier. Alleen nu... Wacht, hoe kan ik nu bij die andere komen? Wacht, misschien als ik nou... Oh. Een soort van... Ja, dat... ja oké. Okay. Als ik nou een soort van dit... Een soort van doe... ik zeg heel veel soort van. Oké, misschien kan ik het hiermee fixen. Ja, het is wel dat je bijvoorbeeld niet kunt gummen en zo, ja. Naar dat je niet... Ja, klopt. Want kijk, als ik dit schijn, dan heb ik weer dat dingetje daar. Maar oké. We proberen wel eventjes... Maar nu is het weer zo dik. Ik wil dat hoekje er gewoon af. Waarom mag ik niet gummen? Wacht, oké. Misschien kunnen we het wel ergens anders. Maar hebben we iets van een driehoek? Dat kan misschien ook wel een redding zijn. Want daarmee kan je natuurlijk ook gewoon een hoek maken. Maar dat is niet de hoek die ik bedoel. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Hoe kan ik ook weer dat ding... Even kijken. Advanced. Hoe staat dat? L1. En dan... Skew. Toch? Oh god, ja, zoiets. Maar niet helemaal zo. En dan nu, zeg maar, draaien. Dat het hetzelfde is en dan... Ja, maar dan heb ik natuurlijk weer... Dan heb ik die andere punt die uitsteekt. Oh, man. Wat een kunstwerk. Ik bedoel, die 9, die lijkt nog wel bij die 3. Wacht, oké. Voor het idee... Wat ik zeg maar uiteindelijk wil creëren... Is... wacht, hang on. Is zoiets... En dan zo. Oh, niet zo groot. We maken weer kleiner. En zo. Uiteindelijk wil ik zeg maar zoiets. Maar dan mooier. En zonder die rare punten. En dan wat meer zo eigenlijk. Zeg maar dit idee. Waarschijnlijk als je op Instagram volgt, dan herken je het wel. Alleen... Alleen is het lastig om dat in dit ding te doen. Ik heb liever mijn editprogramma die ik op mijn telefoon gebruik. Dan kan je heel makkelijk zeg maar gewoon dingen... Gewoon lijnen toevoegen en weghalen. Dit ziet er niet uit. Dit gaat niks worden. Wat moet het worden eigenlijk? Ik zie nu... C/7 uur. Oh man, wat een...
Ja, dat was niet helemaal hoe ik het in mijn hoofd had. Ja, wat als je doet, kat? Ja, ik wil gewoon met mijn gum eroverheen, ja. Maar als ik nou zeg maar een driehoekje heel klein maak. Wacht, kijk, ik heb een idee. Even kijken. Wacht, ik moet even een nieuw ding natuurlijk. Add layer. Als ik nou een driehoekje pak, gewoon zo een. Of ook zwart. En dan zet ik het zeg maar. Dan maak ik het heel dun. Dat kan misschien. Maar dan. Even kijken hoor. Advanced. En dan skew. En dat het dan precies daarin past om het recht te maken. Ja, zo, dit idee, maar dan anders. Dan kleiner. Dat skewen is zo raar. Ik heb niet echt door wat ik doe. Nee, ik wil hem niet. Ik wil hem juist langer, maar het lukt niet. Nee, dat bedoel ik niet, natuurlijk. Oh my god, ik krijg niet hoe ik wil. Dat is exact niet wat ik wil. Oh, wat heb ik gedaan? Waarom krijg ik het niet meer terug? Oké, ik krijg het weer terug. Kijk, wat ik wil is dat ik. Oké, de bovenkant moet plat. Dus zo. En dan dat die heel smal in de hoogte wordt. Nee, andersom. Welke klasse zou ik gaan rijden? Motor 2 of motor 3? Verveel me te erg. Motor 2, I guess. Als je gewoon iets buiten career doet. Ik wil hem dunner. Het is natuurlijk wel zo dat hij dan aan de andere kant uitsteekt. Maar dan hebben we in ieder geval dat randje weg. Ik wil niet, het lukt me niet, zeg maar. Ik kan niet krijgen wat ik wil. Oké. Maak gewoon een soort lijn of zo. En dan doe die over dat kleine puntje, zeg maar. Ga ik weer doen. Ja, Dirk, ik was Pascal. Ik ga dat snel doen, inderdaad. Een soort lijntje. En doe die dan over dat kleine puntje. Een lijntje. Ja. Maar het probleem is dat je het nooit. Oké, wacht. Ik snap wat je bedoelt, denk ik. Dus met een vierkantje. Ik ga 100% als maar twee. Ah, oké. Als ik nou deze natuurlijk zo doe. Maar dan zonder dat. Wacht, reset. Oké. Nee, niet scheef. Ik zei niet scheef. Ja, oké, dus zo hou ik hem recht. En dan gewoon even wat kleiner. Oh god, ik weet. Dus dit bedoel je, maar dan veel kleiner. Even kijken hoor. Hoe maak ik hem kleiner? Ik zeg trouwens veel te veel, even kijken hoor, volgens mij. Hoe wordt hij kleiner? Wacht, wat? Wat heb ik gedaan? Oh, ik had hem gewoon heel lang gemaakt. Oh, oké. Welk motor 2 team is een beetje goed? Mark VDS, speed-up redelijk. Patronas AT best wel. Kalex KTM, of hoe heet het? Red Bull Ayo heet het natuurlijk tegenwoordig. Ik bedoel, Sky ook wel. Dat zijn heel veel goede teams eigenlijk. Even kijken. Advanced, en dan even skewer dat hij wat meer wat breder wordt. Ja. En dan gewoon veel kleiner. Maar hij moet veel breder, wacht. Skew advanced. Nee, niet die kant op. Nee, juist zo. Ja, dat meer. Maar dit gaat nog steeds niet natuurlijk. Dan heb je nog steeds hetzelfde effect waarschijnlijk. Kijk, dit ongeveer en dan. Ja, oké, wacht, maar dan kleiner. Ik doe steeds het verkeerd om. Waarom is het zo lastig? Ja, dat ga je even. Kijk, dit wil ik recht en dan wil ik de rest uitgummen. Maar je kunt hier.
Oké, Oké, zoiets kan misschien wel. Ja, oké, zo kan het. Oké, zo kunnen we het een soort van recht maken. Oké, dan houden we het zo. Maar wat als ik die onderste dan nu verander? Dat, nou, maar dan gaat hij natuurlijk weer erbuiten komen. One year later and Nick is still making your number. Ik ben lichtelijk teleurgesteld. Sorry. Ja, want waarschijnlijk als ik dan nu natuurlijk... Ja, ik kan... Oké, ik kan tot zover. En als ik dan nu... Dan moet iets groter, ongeveer... Niet daar bovenuit steken, maar ongeveer zo. Sorry wat ik jullie aandoe. Oké, deze print ik eventjes. Dan ga ik terug naar... Deze. En dan die iets meer... Ja, dan is dit waarschijnlijk het dichtstbij dat we kunnen komen, zeg maar. Maar ja, dan hebben we weer dat blokje. Wel, of nou, of gewoon zo. Dat zou... Ja, maar dan heb je natuurlijk weer dan dat dit niet mooi afloopt. Dit is misschien het dichtst bij wat ik kan komen. Zoiets. Ik bedoel, je ziet dat het een 93 is, denk ik. Het lijkt wel een beetje, alleen, ja, alleen dat vlakje daar. Dat is het enige. Verder is dit precies wat ik wil, alleen ja. Ja, behalve dat ding. Ik sta hem eventjes op. Ik noem hem eventjes. Gewoon zo. Als je hem op Instagram opzoekt, dan zie je precies wat ik bedoel. Oh, inderdaad. Hij is veel te klein. En in het midden. Maar goed. Oké. Ik ga het waarschijnlijk toch niet gebruiken. Of hoe zag het er nou uit? Ik ga het zo natuurlijk ook dan in het wit doen. Ah, het is wel grappig. En hij is scheef. Ja, maar dat kan natuurlijk wel makkelijk veranderen. Nou ja, makkelijk. Kan je het niet in één keer, zeg maar, selecteren en alles veranderen? Kan dat, of niet? Mission failed, we get him next time, ja. Nope. Oké. En weet je wat, dat kan ik heel snel fixen, denk ik. Transform, doen we gewoon... Oh god. Oké, wat zou ik weer het groter maken? Zo. Zoiets. En dan die... Zoiets. Ja. En dan deze. Zoiets. En dan deze. Nou, oké, die andere moet ik even gaan opschuiven. Dit dan ongeveer. Zo. Hij zit helemaal recht. Ja. En dan deze ook wat groter. Dit is al wat beter. Zo. Is dit het midden? There or thereabouts. Nee. Ja. Oh man.
Zoiets. Dan iets rechter zo. Ik wil alleen dat hoekje eraf gummen, maar ja. Het is niet anders. Kijk, dit komt in de buurt, laten we zeggen. Oh, je hebt nog net dat dingetje. Ah, ik bedoel, het is het lijkt erop. Oh, dit ding staat scheef. Deze. Zo. Hoe ziet dat eruit? Even kijken hoor. Save. Override. Ik ga even racen en zelf live gaan, maybe tot later, anders dat de volgende keer. Oké, okay, thanks dat je bij was, Max. Had hij ook maar. Even kijken, zo, share. Wat? Oh, naam bestaat al, oké. Okay. Insta. Oké, nou, weet je, nu ik het zo op die Reps Honda zie, ziet het er nog steeds lelijk uit. Vooral vanwege dat dingetje. Nou, ik denk toch dat ik gewoon dit ga gebruiken. Het is gewoon niet echt dat je denkt van wauw. Dit ook niet, maar dat ziet er in ieder geval gewoon normaal uit. Dus ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Wat denk jij? Zullen we misschien eens een experiment gaan beginnen? Kijken wat voor keuzes wij hebben qua teams. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat we gaan doen. Ja, het is niet echt. Het is wacht. Ja, het kan gewoon beter. Ja, dit is wel het idee wat ik had. Het enige wat me zeg maar dwars zit is dat hoekje. Wat ik nu weg kan krijgen. Ja, het is niet echt mooi, is het? Het is gewoon... Ja, het is gewoon best wel lelijk eigenlijk. Het lijkt gewoon op. Het lijkt op. Gewoon stukken tape die gewoon even op zijn geplakt. Dat is het echt gewoon. Ja, ik denk dat ik gewoon even deze ga gebruiken. Maar zullen wij eens de Kermit gaan beginnen? Kijken hoe dat is. Oh ja, de Rider sticker. Dat kan wel zo snel, oké, precies, dat ga ik gewoon zelf doen. Oh nee, wacht. Stickers. New project. Add layer. Even kijken, hetzelfde lettertype als de vorige keer. Dat was... Dit denk ik, hè? Volgens mij wel. Oké. Okay. Heel snel zo. Alleen ik kan niet eens zien wat het midden is dan ook. Of kan je dat later nog aanpassen? Want nu... Wacht, hoe werkt het dan? Waarom kan ik niet zeg maar...
Waarom is er geen raster erachter? Ik wil zeg maar van Gelder maken, dan met de G en de E als een 9 en een 3. Maar waarom... Huh? Oh wacht, dit is natuurlijk geen rijdersticker. Oh wauw. Laat maar. Vergeef wat ik heb gezegd, ik zat bij het verkeerde ding. Zal ik dit off-cam gaan doen? Wacht, nee, weet je wat? Ik wil gewoon even de career mode in. Ik ga het wel off-cam doen, ik kan me voorstellen dat het niet leuk is om te kijken. Ik wil gewoon even kijken wat wij hebben, hoe dit werkt. Oké, ik ga beginnen in mode 3. Of zal ik dit bewaren voor de career mode livestream? Nou, laten we het gewoon nu alvast doen. Wij kunnen David Harris, we kunnen hier zeg maar een crew chief huren. En de beste is eigenlijk David Harris. Dus misschien even kijken hoor, wat zullen we doen? Ik zal natuurlijk wel gewoon de daadwerkelijke career met een nieuwe livestream gaan doen, maar misschien dat we gewoon alvast een beetje een begin kunnen maken met wat voor team zou ik kiezen. Not a lot of experience. Alleen. Ja, oké. Okay. Ze hebben allemaal heel veel experience. Salary offers, business. I like the way you have Joe Roberts. Economic negotiations. Salary rates. Would you say? Wacht. Salary is 60.000. Oh, annual, monthly, signing bonus. Is dat zeg maar wat ik. Wat zij krijgt of wat ik moet geven? Om haar te huren, zeg maar. Maar het is toch allemaal hetzelfde qua dingen. De prijzen zijn hetzelfde. Alleen de dingen fluctueren gewoon. Ik ga wel voor Olivia Jones. Sure. Oké, okay, dat was mijn geld, oké. Okay. That makes sense. Search contracts with factory teams or establish one of the new teams. Ik ga voor. Nee, terug. Ik wil dit. Oh wacht, we kunnen wel kiezen. We kunnen wel kijken wat wij kunnen doen. Jammer van SRL vanmiddag. Ja, dat was echt jammer. Ik was zo gefocust in die race. Het was zo'n leuke battle. En echt, het was echt. Ik genoot echt heel erg ervan. Maar het is jammer dat het zo eindigde. Maar misschien was het wel mijn fout. Ik weet niet. Als we dit doen, dan kunnen wij voor Aspar, Rebel KTM Tech 3 of Prestel. Maar. Ik denk dat ik een eigen team ga kiezen. En wij kunnen voor KTM GoPro of Husqvarna. Oh, actually. Oké. Okay. Ik denk, op zich zijn het wel twee hele leuke teams, denk ik, waar we iets moois van kunnen maken, maar... Misschien dat ik voor Husqvarna ga, omdat het natuurlijk nieuw is voor MotoGP20 weer, de terugkeer van Husqvarna, en het is misschien wel leuk om daar iets mee te gaan doen. Misschien dat ik een GoPro team ga bewaren tot Moto 2. Dus, ik denk dat ik dat ga doen. Maar ik denk ook dat ik het ga bewaren tot de daadwerkelijke career mode aflevering. Nou ja, ik weet niet. Wat zullen we doen? Zal ik het bewaren tot nieuwe streamers? Zullen we het heel vast gaan doen? De customization en zo en team livery en whatnot. Ik zou dit ook al nu kunnen doen. Ja, ik denk dat ik voor Husqvarna ga. Het lijkt me wel leuk. Het is wel uniek. Ik heb nog niet er iemand anders het ook zien doen op YouTube, dus... Het is ook een iets... het performance is hetzelfde, alleen de expectations zijn wat hoger. Het komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja, ik denk dat ik voor Husqvarna ga. Husqvarna Oekli GP.
Ja, ik ga het accepteren. There we go. En nu kunnen wij dus de customization gaan doen. En weet je wat, laat het gewoon alvast meteen maar genoemd, als we er toch zijn. Dit kun je volgens mij gewoon altijd ook zo vaak je wil veranderen. Dus laten we gaan, voordat we een helm gaan doen, gaan beginnen met de livery. Ik vind dit er op zich wel oké uitzien, maar niet heel mooi. Het is een beetje IKEA-achtig. Dus laten we even gaan kijken. We hebben first en second livery. En we kunnen dus de kleuren ook veranderen. Ik vind alleen dat zwart. Kunnen we dat weghalen of niet? Even kijken. En ik denk niet, hè? Dat zwart blijft wel. Misschien. Ik bedoel, natuurlijk is gewoon naar geel en blauw. Maar ik heb liever iets lichter blauw en dat geel. I don't know. Even kijken. Ja, ik vind dit wel mooier. Ja, twee livery is mooier sowieso. Vind ik. Main color. Oké, laten we eens gewoon eens leuk doen en gewoon wat dingen proberen. Secondary color. We kunnen in principe alles wat we willen. Het hoeft niet geel te zijn, we hoeven niet de squarne kleuren te gebruiken in principe. Dus wat zou mooi zijn? Op zich is gewoon lichtblauw en donkerblauw en zwart wel een mooie combinatie. Ik vind het alleen wel jammer dat er zeg maar gele Dunlop stickers zijn. Dat verpest het een beetje, maar... Op zich, is dit vind ik al mooi uitzien. Dit is sowieso mooier dan hoe het was. Hey Max, hoi Husqvarna. Ja, we zijn inderdaad, ik heb gekozen voor een Oakley Husqvarna team. Dus ben ik nu een beetje aan het kijken wat we met delivery gaan doen. Dit is wel dik, ja. Hè? Ik denk dat ik dan wel het nummer in een andere kleur ga doen. Waarschijnlijk gewoon wit of zo. En natuurlijk het pak en zo gaan we nog allemaal aanpassen. Dat zijn mijn handschoenen, laars en helm en whatnot. Color of the details. Dus dat is... Oké, dit. Ik ben waarschijnlijk niet het beste in het designen van dingen, maar het is op zich wel leuk om... dit customization te doen. Ik ga denk niet in het geel doen. Misschien is op zich wit wel mooi hoe het was. Om het een beetje een soort van zilverachtig te maken. Ja, ik denk dat het mooiste is eigenlijk. Of niet? Ik word helemaal para van het spel, joh. Ja. Of zwart. Wederom de geernummer, die gaan we waarschijnlijk gewoon wit maken, denk ik. Nou, op zich, ik vind wit wel mooi eigenlijk. Is dit mooi al? Zeg maar donkerblauw en lichtblauw. Ze geeft al wat, hè? Laten we dit voor nu even zo houden. Rims. Front room color. Oh ja, dat is ook wel vet. Blauwe velgen? Misschien? Het is op zich niet verkeerd. Welke kleur blauw had ik nou deze? Oh, op zich, het is niet... Not too shabby, denk ik. Kun je het pakken nog aanpassen? Gelukkig wel, kijk maar. Hier, dit gaan we dus veranderen. Dat blauw of dat geel gaat er even uit. Misschien zoiets en dan zoiets en dan het wit moet ook iets blauwer. Even kijken, hoe ziet dit eruit? Het heeft wel wat. Of andersom juist, dat zeg maar donkerblauwe licht en dan het lichtblauwe donker. Ik vind het wel leuk dit. Roze velgen, nee sorry man, dat ga ik niet doen. Ik ga geen Racing Point motor maken in blauw en roze. ja. Ik denk... Dit is misschien... Ik denk dit misschien is wel mooi. Ja, dan is het ook wat symmetrischer, zeg maar, hier. Oké. Dit is op zich wel nice, inderdaad. Dan. De rider natuurlijk. Oké, dat nummer dat ga ik gewoon in het wit veranderen. En ik ga het misschien nog ietsje groter maken. Nu heb ik gewoon exact hetzelfde nummer als op MotoGP 19. Gewoon hetzelfde lettertype en alles. Op zich is dat misschien wel gewoon mooi om die continuïteit te hebben.
Oh, dat kan ik natuurlijk. Nou, dat kan ik nu denk ik niet aanpassen. Nee. Ja, het is toch wel iets mooier dan dit, denk ik. Ja. Oké, okay, dus die wordt wit, denk ik. Qua helm. Hebben wij een nieuwe stokhelmen trouwens? Ik gebruikte natuurlijk vorig jaar of op Motorbike 19 vaak gewoon een helm die ik gedownload had. Ik gebruikte deze toen ik bij Prestel reed. En ik gebruikte deze bij Suzuki, maar voor de rest gebruikte ik altijd custom helmen. Ik ga denk ik wel een Shui gebruiken weer, gewoon. Want ik vind dat toch het mooiste. Dus ik ga heel veel naar download. Of nee, ik ga heel veel naar de online store. En ik ga kijken wat voor creaties andere veel creatievere mensen dan ik hebben gemaakt. Dus laten we het even gaan... Kijk, kunnen we een filter doen, zeg maar? Dat komt toch altijd? Oh ja, hier. Manufacture doen we... Shui. En dan filter by name, denk ik. Laten we gewoon kijken... Nou, nee. Laten we gewoon eerst gewoon kijken wat we hier hebben zonder filters. Gewoon wat voor shui's er zijn. Kijken of we iets zien. Oké, zoiets is al mooi qua kleur. Alleen iets te glossy en iets te... Zeg maar effen, denk ik. Je kan filter op meest gedownload en zo. Ja, dat kan misschien wel, inderdaad. Want vroeger deed ik... Motorbike 19 deed ik heel vaak gewoon dat ik een shui deed... En dat ik gewoon zocht op de teamnaam. Maar nu kan het natuurlijk niet echt... Ik kan het misschien wel zoeken op Husqvarna, maar dan krijg je waarschijnlijk gewoon geel met blauwe dingen de hele tijd. Ik kan inderdaad misschien... sort by downloads. Dat wel een goed idee misschien. Ik vind het echt knap hoe mensen dit soort dingen kunnen maken, want... Als ik heb wel eens de helmet editor geopend. Ik bedoel, het is... Net zoals die nummer editor, het is zo lastig om dingen te krijgen hoe je het wil. Echt respect naar mensen die zulke helmen kunnen maken. Of op naam dan Blue. Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Dat zou wel kunnen. En dit is op zich wel redelijk mooi. Alleen, ja, ik vind dat... Die ogen... Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. En wederom, als jullie willen, kan ik het ook gewoon off-cam doen, hoor. Dat is geen probleem. Maar, de saaie dingen, hoor. Dat is ook bij, I guess. Ja, ik vind het zelf niet saai, hoor. Maar, oh, kijk, Mika Häkkinen. Replica. Hey, Chess Davies. Ik vind het wel mooi design trouwens. Ja, misschien dat ik inderdaad kan zoeken op iets van iets blauws. Wat is... Die is helemaal geglitcht in de rendering, zie je daar? Linksboven. Ja, misschien dat ik inderdaad op iets ga filteren. Hoef voor mij niet off cam hoor. Oké, dan doen we het gewoon lekker on cam. Ja, misschien dat ik even een nieuwe filter ga doen om te zoeken naar... Om iets specifieker te zoeken. Ik vind eigenlijk dat design, hoe het zeg maar daar is, hoe het er daar uitziet in dat vakje hier linksboven. Met dat blauw met grijs. Het ziet er natuurlijk niet uit als een helm, maar eigenlijk zou ik het best wel mooi vinden als design eigenlijk. Dat is even wat, dat is eigenlijk straks. Oké. Ik ga denk ik even een nieuwe filter doen. Oh, op zich. Dit is netjes. Ik ga deze denk ik even opslaan. Dat vind ik wel mooi. Die ga ik even downloaden. We hebben nog 100 slots te gaan, 99. Nu, ik had echt op Motorbike 19, dat ik echt bijna alle 100 slots had ik uiteindelijk vol. Gelukkig hebben we nu weer natuurlijk gewoon een verse start daarmee. En kan ik weer nieuwe helmen downloaden. Ja, oké. Even kijken. Filter. Filter by name. Laten we gewoon eens kijken wat we krijgen als we blue doen. Oh, dit is ook wel mooi. Op zich. Een shoei met een shark erop. Oké, ben je ook een shark jam gebruiken? Oké, zal ik die downloaden? Ik denk niet dat ik hem ga gebruiken, maar het is wel een mooi design. Toen was ook kleuren. Ah, netjes.
Oh, het is maar één pagina. Oké. Okay. Op zich vind ik. Wat hadden we nou? Ik had er één genomen natuurlijk nog van de vorige dinges. Als ik intyp Husqvarna, weet ik wat we dan krijgen. Of Oakley misschien. Dat is wel leuk als we een Oakley sponsor hebben, aangezien ons team ook nog gesponsord is. Dus volgens mij. Mag speel je dat zo of anders? Het is toch zo. Oh nee, nog met de E of niet? Volgens mij zo. Ik denk het zo, ja. Kijk of daar iets van bestaat. Daar bestaat wel iets van, maar. Dit zou ik. Oh, jammer van het groen. En van de 9. Ik zei het mooi. Dit is wel mooi als het niet van het groen zou zijn geweest. Husqvarna. Even kijken, wat krijgen we nu? Oké, ook niet zo heel veel. Oké, hetzelfde. wat hebben we nog meer? Op zich, de eerste die ik heb gevonden is wel eentje die we zouden kunnen gebruiken. Wil je het liefst een Shoei dan? Ja, eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk altijd op heel motor van 19 ook altijd Shoeis gebruikt. Dus ik vind het wel mooi om dat gewoon door te zetten. En ik vind sowieso Shoeis gewoon het mooiste qua vorm. Op zich, wat we hadden gevonden, vond ik wel wat hebben. Wat als ik tags doe? Vintage, fun, abstract art, fantasy. Dat is ook wel mooi. Maar niet echt wat waar ik naar zoek, maar op zich wel mooi gemaakt. Dat hebben we bij art. Ook wel degelijk. Die onderaan ziet er mooi uit. Of heb ik deze? Heb ik deze nou al? Nee. Oh, dit is ook wel mooi. Maar heb ik deze niet al gedownload net? Of een hele vergelijkbare? Op zich vind ik dit wel mooi eigenlijk hoor. Gewoon lekker simpel. En wel gewoon een mooi embleem erop van die leeuw. Ik vind het wel wat hebben. Ja, het is ook een beetje. Ja, het is een Schotse vlag natuurlijk. Ik heb naar de start van de 24 Labs zo ja. Het is een Schotse vlag, maar het is wel mooi. Ik bedoel, ja, de kleur is mooi. Oh, dit is ook. Ah, oké. Okay. Nou, misschien niet. Het zag er van een afstandje mooier uit. Ja, oké. Okay. Realistic. Ik zou die helm nemen en gaan rijden. Ja, nou, dat gaan we pas doen in de volgende aflevering, denk ik. Of in ieder geval de race. Maar ik ben al veel te veel bezig met het customizen van mijn rider, eigenlijk, eerlijk gezegd. De eerste was wel dik. Ja, zullen we die gewoon nemen? Wacht eens, even kijken hoor, ik wil nog één ding proberen. Voelt bij name en dan navy. Kijk of daar iets van is. Dat is ook een beetje de kleur die ik zoek. Oké, nee, niet. Ik ga eens kalm. Wat bedoel je ermee?
Wacht, even kijken hoe de eerste eruit zag. Misschien dat we die gaan kunnen gebruiken. Oh, dit was hem. Ah, dat was toch wel anders. Ja, op zich, deze is wel mooi. Of ik kan Jack vragen van Robo 46 of hij eentje voor me wil maken. Ja, waarom is mijn rijder nou weer weg? Oké, dankjewel. Is dit mooi? Op zich. Dit is wel de mooiste die ik heb gezien. Op zich, ja, dit zou wel kunnen. Wit met zwart en blauw. Dit is wel precies de kleuren die we hebben. Ja, misschien dat we voor deze gaan. Ik vind het wel mooi. Nisluiders. Oh, dat kan ik ook aanpassen. Oh, dat is misschien wel mooi met wit te doen, of niet? Of juist... een beetje lichtblauwer. Misschien is dat juist... Ja, ik weet niet. Die is hartjes hoog. Oké, dan gaan we misschien gewoon deze gebruiken. Gloves. Ik ga wel voor Alpine Stars. Dat ziet er niet uit om een set Speedy of Dainese gloves te gebruiken terwijl je Alpine Stars pakken. Oh. Even kijken. Ja, we hebben dus... Even kijken. Zal ik dan een beetje dit lichtere blauw of dit donkere blauw? Misschien is dit, hè? Of we kunnen ook natuurlijk deze. Nee, dan is denk ik het andere mooier. Dat is iets meer zwart. Nee, dan vind ik dit mooier. Ja. Oké. Okay. Boots. Ga ik wederom gewoon voor Alpine Stars. Misschien zo. Oh mijn god, ik sla over de kop bij de start. Oh, oké, ik ben dus niet de enige die over de kop slaat. Met remmen. Ja, op mijn start is wel het moois. Ah, misschien toch één tintje lichter. Omdat het ziet er een beetje donker uit vanwege... Ja, omdat er sowieso veel zwart bij zit. En omdat het geperforeerd is natuurlijk. Een soort, ja... Wat is het? Een soort leer, denk ik. Hoe ziet Dainese eruit? Ja, ik vind de Alpine Stars mooier. Wel grappig, want bij sommige rijders, zeg maar, Dainese heeft zo'n nieuw pak, wat gewoon... Inmiddels de meeste rijders gebruiken, inclusief Valentino Rossi natuurlijk, maar ook heel veel van de... Ja, de meeste Italiaanse rijders, vooral van de Academy ook, van de Versus 40 Academy. Maar sommige rijders, zoals bijvoorbeeld Paul Espoir, gewoon fucking Morbidelli en zo, die hebben nog het oude pak, maar dat zwarte, zeg maar, loopt... Langs de bovenkant van het vloeistof toevoer, zeg maar. En ook heeft hij niet dat lampje daar bovenop. En ook zien de schouderprotectors er een beetje anders uit. En de knieprotectors. Maar ja, ik vind het sowieso Alpine Stars mooier. Dus ik denk dat we bijna klaar zijn voor de customization. Het enige wat ik nog ga doen is mijn nummer en mijn rijdersticker. Maar dit kunnen we verder gewoon gaan confirmen, denk ik. Gaan we dit als livery doen? Ik denk het wel, hè. Ik vind het op zich wel mooi. Ik vind het er fraai uitzien. Ik ben er wel blij mee. Dan als enige wat ik ga doen... Oh, kijk. Oh, jammer dat ik niet mijn nummer naar het wit heb gemaakt van eerst. Maar dit is de teampresentatie in ieder geval. Oakley is kwaar, nou. Op zich, ja, mijn gele nummer ziet er niet heel lelijk uit, maar ik denk dat dit mooier is. Maar hier zijn we in de career mode, in het career mode menu. Als enige dan nog, even kijken, customization, nummers, edit project, nu ik gewoon heel eventjes alleen deze en dan gewoon even change color wit, change color wit. Ik denk dat het misschien nog ietsje mooier is. Ik vind Dainese nice, maar alleen jammer dat dat pak over de laars gaat, als je snapt wat ik bedoel. Oh ja, dat had ik niet eens aan gezien, maar klopt. Bij rijdersticker ga ik doen hetzelfde als vorig jaar, want ik heb ook wat gebeurd in het verkeerde ding. Oeh, even kijken, kan ik me even resetten?
Reset rotation zo. Ah, dit wordt wel lastig met uitmeten hoe groot het ervan moet zijn. Oké, ik ga het zo nog proberen te doen. Zo. Dit is te groot, hè? Denk het wel. Dan gaan wij naar de 9. Kleine spatie. Ja, dat is denk ik, dat is te groot. Ja, dit is zeker te groot. Jongen, waarom? Nou weer. Ja, veel te groot, joh. Wat dacht ik wel niet? Pas nooit, ik moet nog twee letters. Nee, verkeerde knop. Oké, ik heb mijn livestream gereeds quit. Oh, nice. Wat gebeurde er dan? Oké, ik ga even snel alles kleiner maken. Oh, wacht, skill. Dan kan ik bij het percentage natuurlijk gaan kijken. Oké, wat heb ik deze? 58%. En deze? 59%. Dat is eentje minder. Zo. Ja. En die. Ook terug naar 58%. En dan even mooi aansluiten. Zo. Deze first impression video is veel langer geworden dan dat ik van plan was eigenlijk trouwens. Nee, maakt niet uit. Even kijken, 38% hè. Maar dit zou wel passen denk ik. En dan zou je zien, dan zitten we nu weer niet in het midden. Oké, ik gok ongeveer zoiets. Oh. En dan zo. 38%. En dan hier ook mooi aansluiten. Oké, dan de L. Ook zo. Oké, dan de D. Die staat dan. Ja, dit komt misschien precies goed uit. Ik denk dat het misschien precies goed komt. Ja, dat is op zich goed uitgekiend, denk ik. Nog één letter. Oké. En dan de laatste. De R. Kijk, perfect! Denk ik. Ja, nagenoeg perfect. Zo. Dat is ons rijdersticker. Finally, safe. Ga je Ride 4 kopen als het uit is? Ja, ik weet alleen niet of ik het meteen tegenkoop, want ik heb nog steeds ja, Ride 2 en Ride 3 waar ik mee bezig ben, die ik nog niet heb uitgespeeld. Maar ik ga het zeker at some point kopen hoor. Misschien wel gewoon wanneer het uit is, misschien dat ik het gewoon een beetje ga mixen. Oké, we hebben dus ons rijdersticker en ons nummer nu. Dus kunnen wij misschien kijken hoe het staat? Als ik doe, ja hier, change team in preview. Kan ik dan mijn eigen team doen? Hier, customize teams. Oh, oké, dan kan ik niet mijn echte livery natuurlijk zien. Het is het Husqvarna. Oh, ik kan het wel zelf customizen, ook ben ik niet in career mode.
Ah, grappig. Maar ja, dat maakt niet echt uit. Maar wel grappig dat je dus ook Tisselt Husqvarna kan hebben. Maar om even te testen, gebruik ik wel eventjes... Purestel, die lijkt een klein beetje qua kleuren op. Dan doe ik eventjes mijn andere nummer. En mijn andere rijdersticker. Zo. Dus zo ziet de customization eruit. Op zich, ja, op zich is die rijdersticker denk ik wel precies in het midden. Al lijkt het niet zo omdat hier het Alpine Stars logo hoger is dan hier. Maar dat ligt niet aan mij, denk ik. En ja, op zich de helm is ook een mooie. Ik denk dat ik die ga gebruiken. Het nummer ga ik misschien nog ietsje groter maken, maar dat doe ik dan wel zelf. Nick heeft te veel spellen, ja inderdaad. En trouwens, ik moet zeggen, ik vind die Purestel livery ook wel heel erg mooi eigenlijk. Maar goed, we hebben onze keuze gemaakt voor Husqvarna. Maar ik denk dat dit het is. Ik denk dat we deze handschoenen, laarzen, helm, nummer, rijderstukken gaan gebruiken voor de career mode. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik vind het wel een mooi helmdesign, denk ik, ja. Ja, het is gewoon wel redelijk clean op zich. Ja, ik vind het wel mooi. Goed, ik denk dat ik hier ga beëindigen. Oh, trouwens, riding style hebben we nog niet aangepast. Je body out. Breaking leg denk ik van wel. Eén, ja, rechtervoet en twee vingers. Dat had ik ook op motor van 19. Nou, dat is het denk ik wel. Ik denk dat we compleet zijn. We hebben alles gedaan voor customization. We hebben het team gekozen voor career mode. De volgende keer zullen wij sowieso career mode gaan doen. En ja, ik heb er zin in. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Iedereen erbij is geweest. Max, Tim, Quinten nog bij het begin. En ja, heel erg bedankt daarvoor. En geniet van de rest van je avond. Dan zie ik jullie binnenkort weer. Waarschijnlijk morgen voor deel 1 van de Motor 20 Career Mode.